Chris, je hebt ons vandaag uitgenodigd om op kraamvisite te komen. Vertel. Ja, dat klopt. Eergisteren is er een vijfling geboren hier en dat is vrij bijzonder. Dat is voor het eerst in 17 jaar dat we een levende vijfling hebben van een schaap hier. Dus reden voor een feestje. Vertel eens, de namen. De namen zijn Pip, Isa, Fien en dan hebben we nog Sarah en Yveske natuurlijk. En Sarah is vernoemd naar Sarah en die staat hier naast me, dus dat is wel leuk. Elk jaar hebben we een lammetjesloterij. De bezoekers mogen bij een aankoop een loodje invullen. En dan mogen ze een jongens- en een meisjesnaam opschrijven. Dat doen we in een grote ton. En dan trekken we bij elke geboorte een loodje. En dat wordt de naam van het lammetje. Je hebt heel Sixenvecht nu uitgenodigd om op kraamvisite te komen? Ja, ongeveer wel. Ja. Dus het kan druk worden inderdaad. Moeder die krijgt een druk weekend, denk ik. Wanneer zijn jullie precies open? Wij zijn elke dag open van 9 tot 5. In het weekend van 9:30 tot 5:30. Maar met mooi weer dan loopt het eigenlijk altijd wel uit. En zeker in deze tijd.